Kom binnen. We zijn hier in de kinderruimte dus van KWC Westerlo. En sinds dit jaar, dus nu we terug in eerste klasse spelen, maken we dus gebruik sinds de voorbereiding dus van de ambulatie. Dus waar de spelers toch al veel deugd van gehad hebben. Via een andere sporter, Mark Goossens, die in de autosport actief is of zo, ben ik in contact gekomen dus met de ambulatiematten. En vond ik het dus eigenlijk op aanraden van hem en de resultaten die hij erbij behaalde, vond ik het een goed idee om dit ook toe te passen. Ja, mijn ervaring is zeer goed, vooral naar recuperatie toe. Na een wedstrijd of na een training gaan wij erop liggen en heb je toch wel het gevoel van tot rust te komen vooral. En dat die spieren loskomen. Hè. We passen de ambulatie toe bij de spelers, vooral naar recuperatie toe, dus na de training. Dus komen de spelers van het veld en dan met het programma dus voor het herstel te bevorderen. Dus gaan we dus eigenlijk een betere doorbloeding bekomen eigenlijk om zodanig dus een sneller herstel ook te bereiken. Medic geeft je meer vitaliteit en meer energie. En dan voel je toch wel de dag erop. Dat je je beter voelt. Meer energie is toch wel belangrijk als je de trainingen moet terug hernemen. Dat het heel belangrijk is bij ons in het voetbal om de dag erop met een positieve energie terug op het veld te staan. En ook buiten deze is het ook heel ontspannend en fijn de vertoeven. Het grote voordeel en de recuperatie die we daardoor bereiken is dat ze eigenlijk een recuperatie kunnen doen eigenlijk op een passieve manier. Dus vaak wordt gezegd in de sportwereld dus dat je eigenlijk actief moet recupereren, dat beter is dan passief. Nu met die ambulatie kunnen de spelers dus eigenlijk in rugleg eigenlijk toch nog genieten van een voldoende herstel eigenlijk, zonder dat ze daarvoor inspanningen moeten doen. En dat is voor een voetbal toch wel heel belangrijk. Ik ervaar de Automatic als een iets dat goed is vooral na training en na wedstrijden. Recuperatie van de spieren, gewoon van je lichaam. Dus ik merk ook binnen deze club dat er veel gebruik gemaakt wordt van die vier matrassen. Dus ik vind het wel positief ook. Naar mezelf toe ook voel ik me een stuk beter. En dat is alleen maar positief naar de voetbalwereld toe. Interessant om de Andumatic te gebruiken, zeker na een zware keepertraining of een zware wedstrijd, dat we onze keeper op de Andumatic kunnen neerleggen en dat dat zeer bevorderlijk is voor de recuperatie van de spieren. En het is zelfs zo dat onze keeper zelfs op de bank is neergelegd en in slaap is gevallen.